Toen schrok ik wel even. Ik denk, waar is die vriend? Wie is die vriend? Waar woont die vriend? Woont hij naast me of hoe ker? Vanaf 21 januari is na een vreselijk incident in Zwijndrecht is de politie op zoek naar een crimineel die bekend staat onder zijn bijnaam Lucky. Het is een jongen die al wat langer in het criminele wereldje zit. Wat vindt u ervan dat er naast u een inval is geweest? Ja, niet leuk natuurlijk, schrikken. Maar ja, het is geen verrassing na de derde keer. Dus het pand staat toch niet zo bekend. Dus ja, dit kon er ook nog wat bij. Het is schrikken. Ik bedoel, je maakt het niet zo vaak mee dat er dan iemand is die wordt gezocht door de politie. Ik zelf heb nog helemaal niks ervaren of niks gezien dat er acties zijn geweest. Kijk je ervan op dat Lucky dus nog steeds op de vlucht is? Nou, op zich niet. Het is vooral jammer, maar als een voortvluchtige zich sterk houdt aan een bepaalde discipline om niet in oude gewoontes en gebruiken te vervallen, hè, zoals mensen opzoeken, familie bellen, digitale sporen achterlaten, zoals bankverkeer, ja, dan kan het best wel even ik duren. Ik ken de vriend niet, maar ik zeg de mensen kennen mij eerder vanwege mijn make-up dan dat ik de mensen ken. Ik heb misschien al 100 keer met de man in de lift gestaan, dat weet ik niet. Misschien ook wel met de voortvluchtige, dat weet ik niet. Ja, wat vind je daarvan dat de politie nu een beloning van 30.000 euro belooft voor de gouden tip? Ja, dat is natuurlijk een heel goed middel, omdat ook omdat de politie, en wij weten allemaal dat die wereld samenhangt van wantrouwen en dat er altijd weer mensen zijn in dat wereldje die ook vijanden hebben. Dus het is het vijandschap in de criminele wereld is heel groot. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ze hem vinden. Hè, kijk, wat hij gedaan heeft is natuurlijk niet niks. Dus ja, het is wel fijn als hij gevonden zou worden. Nu ik het heb gehoord en heb gezien wat er is gebeurd en nou, wie de dader blijkt te zijn, dan ga je wel beter oppassen. Ik zal wel vaker links of rechts kijken over wat is namelijk. Ja.